Goedenavond mevrouw, meneer heren, welkom op deze persontmoeting. En naar goede gewoonte geef ik eerst het woord aan de bezoekende trainer, meneer Bob Peters. Hey, goedenavond. Ik denk dat we in de eerste helft organisatorisch goed stonden. Dat we weinig weggaan. Op het juiste moment maken we 0-1, een mooi doelpunt denk ik van een boy. Oké, dan ga je de kleedkamer in. We hadden wel 10 minuten dat we het even moeilijk hadden, denk ik. Niet dat we veel kansen weggaan bij eerste helft, maar dat we toch wel de controle een beetje kwijt waren. Oké, dan kan het niet beter beginnen. Je komt op 0-2, via een penalty. Ja, dan moet je de controle houden, moet je de wedstrijd uitspelen. En dan denk ik, we hebben te makkelijk het eerste doelpunt weggegeven. We hadden daar nogthans voor gewaarschuwd, voor die stilstaande fase. En dan krijgen we met Somahoro, denk ik, de kans op 1-3. Die bal gaat dan naast. Ja, kom je 2-2 en dan heeft Sergio Pat nog een aantal goede reddingen. Maar dan kwamen we weer toch boven water. En omdat we weer het even moeilijk hadden, denk ik, in de wedstrijd. Oké, dan hebben we nog kansen, denk ik, met Arzo. Een bal die nog op de lijn iemand tegen de rug wordt geschoten, terwijl de eerste hoek helemaal vrij is, denk ik. En dan de laatste seconde nog, dan moeten we in de jaar die eigenlijk nog kan afmaken in de 2-3, maar okay, het is natuurlijk heel sneu als je 0-2 achterkomt dat je het nog weggeeft. Maar ik denk dat we vooral een fysiek een beetje een probleem hadden, dat Cirkel uiteindelijk wel fitter was. En dat, ja, dat is iets wat we moeten oplossen en waar we moeten voor gaan trainen. Ogenblikje. Dankjewel. Goed, dan geef ik graag het woord aan onze thuistrainer. Ja, ik heb wel gezien dat wij moeilijk op gang kwamen in de eerste helft. Dan zie je dat natuurlijk best wel wat spanning op de ploeg staat. Dat is ook logisch, als je ziet waar je staat. Maar de goal die je uiteindelijk gemaakt hebt, was een goal uit het niets. Dus de kwaliteit van eigenlijk een goede spits die hem geweldig inschoot, daar kun je gewoon niets aan doen. Je staat wel achter. Ik vond wel over de gehele eerste helft dat wij meer kansen hebben gecreëerd. Want ik heb er wel 3 geteld. Van der Lijn, kopbal, Evans, kans van Rudy. Kopbal die nog gedevieerd werd, Aldini met de hand. Dus ik zag in de fase rond de 32e minuut, richting de 40e minuut, toch wel dat wij het initiatief naar ons toe trokken en kansen creëren. Alleen ja, het gaat natuurlijk wel om het laatste zetje. En die moeten dan nog in. En die overtuigingen die zag ik nog niet genoeg. Je gaat de rust in. Ik ben gaan wisselen. Ik heb gewisseld. William heb ik ingebracht op het middenveld. En Arnar eraf gehaald. Ik vond de spelverplaatsing wat beter kon. En ik heb daardoor Tim wat meer naar achter gebracht. En met William op het middenveld iets meer power en diepgang. Nou, ik vond dat zich al toch wel goed vertaalde in de wedstrijd. Dat het goed opgepakt is. Alleen, het is natuurlijk wel heel sneu dat je onnodig zomaar een strafschop tegenkrijgt. Dus die het wel terecht is, maar als je ziet hoe die tot stand komt, dan moeten we gewoon anders mee omgaan. En dat kan ook. Het zijn maar kleine dingen waardoor je waardoor je niet jezelf tekort doet. Want dat vond ik wel in die fase. En 2-0 achter, ja, dat is toch een tik die je krijgt. Je staat er niet lekker voor, dan 2-0 achter. Besloten om daar uiteindelijk ook al een wissel in, had ik al een wissel in mijn hoofd, aanvallend met name. De aansluitingstreffer, ik vond ook terecht uiteindelijk, de 2-1. Als je kijkt naar het spelbeeld en de verhoudingen, dat vond ik terecht, de 2-1. Ja, dat was voor mij direct het signaal om in te grijpen en aanvallend te wisselen. En, we hebben Tim eraf gehaald en we hebben daarin Christophe ingebracht. Ja, en vanaf dat moment ging het ook meer en meer geloof in de ploeg komen. En supporters gingen achter ons staan, steunen ons hartstochtelijk. En ja, dan zie je dat je dus ook een achterstand kunt ombuigen. En de 2-2 einduitslag vind ik ook wel een terechte uitslag. Wij hadden hem kunnen winnen. De keeper was... voor agent Sergio Pat was geweldig voor hem. Maar ik moet wel ook eerlijk zeggen, daar ben ik het ook één met Bob, dat zij hem ook zomaar hadden kunnen winnen. Dus moeten we dit nemen
terecht. En voor ons is het ook, vooral voor het moraal, heel erg goed dat je uit zo'n achterstand het ombuigt naar een 2-2. En vooral ook de manier waarop. Dus daar kunnen we absoluut verder mee en verder mee door. En dat biedt ook wel perspectief. Dus moeilijke wedstrijden komen eraan. Maar ja, ik denk dat deze wedstrijd tot en met de laatste wedstrijd allemaal moeilijke wedstrijden zijn. Dus er zullen geen gemakkelijke wedstrijden zijn. En als je kijkt naar de kwaliteit die Agent heeft en die wij hebben. En je ziet dat terug in de rangschikking. Dan denk ik dat er meer in zit voor Cercle. Dank u. Wie heeft een vraag? Een vraag. Ja. Hoe was de sfeer achteraf in de kleedkamer? Want als je 0-2 het andere heeft, van de een Ja, ik denk dat de sfeer natuurlijk niet goed was. Ik denk dat we ook de groep niet veel kunnen verwijten. Alleen moeten we leren om 90 tot 95 minuten met de extra tijd in de discipline te voetballen en vanuit een organisatie. Ik zeg het, het was een goed scenario, 0-2. Eigenlijk moet je dan die wedstrijd uitspelen. Maar dan zijn we toch de controle kwijtgeraakt en denk ik vooral fysiek. Konden we het niet meer belopen. En ik denk dat we daar nog wel werk hebben. Maar oké, dat is, zijn nu eenmaal de feiten. Ik heb op het juiste moment ook vergeten de 1-3 te maken. Dat was een goede omschakeling, denk ik, met Somahoro. Oké, die goal valt dan. Maar om even terug te komen op Fouke zegt van een aantal stilstaande fouten. Ik denk dat we ook nog een bal van de lijn hebben gehaald. Kopbal van Melly, eerste helft. Dus, ik denk dat we daar ook wel konden scoren. Maar oké, uiteindelijk heeft Cercle de situatie nog omgebracht. En moeten wij deze week heel hard werken om nu tegen Liers en tegen Zoldewaardium punten te gaan pakken. Je wissels, Bob, naar Huilen, de rust en Fouquet. Fouquet misschien te maken met de gele kaart die tegen. Ja, maar Fouquet had het ook een beetje moeilijk eerste helft. Maar naar Huilen heeft in een duel een beetje doorgegleden en waarschijnlijk. Een verrekking in zijn kuit opgelopen, dus die vroeg zelf om gewisseld te worden. Oké, Fouquet hebben we dan, die jongen komt natuurlijk nog maar pas kijken, moet vol aan de bak. En had het fysiek wel een beetje moeilijk tegen een speler als Berend Teves, die dan hoger gaat spelen. Oké, hebben we daar gewisseld en uiteindelijk denk ik dat we de 1-3 kunnen maken en moeten maken. Of het dan op dat moment al dan niet verdiend is, is een andere zaak. Maar ik denk dat we professioneel moeten omgaan met de 0-2 voorsprong. Moet je dat als Gent zijnde gewoon de controle houden en uitspelen. Je kent het wedstrijdverloop uiteraard niet vooraf, maar had je achteraf gezien misschien liever Hamman op de bank gehad om van die ruimte te profiteren? Absoluut, maar voor de wedstrijd kwam Melly en meldde dat hij een beetje last had in zijn dij. Okay, dan opteer je om nog een extra verdediger op de bank met Sandros. En Raman had een beetje last van buikkrampen. Dan ga je keuzes maken en dan laat je Raman in de tribune zitten. Oké, ik denk dat er nu wel een aantal jongens terugkomen, zoals een Messoudi, Conte. Toch wel jongens die extra kwaliteit kunnen brengen en dat kan alleen maar de concurrentie sterker maken. En dan is het dan de technische stap om keuzes te maken. Nog iemand? Fouke, u had Carvalhos van de voorbije weken al een lange periode bij de centraal aangewerkt. U hebt gekozen voor twee een beetje gelijkaardige types, Stefan en Anton. Waar was de reden precies? Nou, dat is de reden dat ik met mijn spelers communiceer en gesprekken voer. En ik ook ideeën heb over spelen, maar dat ik dat eerst van hun wil weten. Willem Carvalho is een middenvelder. Dat is helemaal geen centrale verdediger. En ik ben van mening dat je spelers moet benutten op zo sterk mogelijk op de positie waar ze zich het beste kunnen tonen. En hij is niet echt gewend om in die positie te spelen. Hij heeft in Portugal 2 à 3 wedstrijden daar gespeeld. Hier heeft hij daar ook een paar gespeeld. Maar zijn kwaliteit ligt op het middenveld. Dus, nadat hij dat mijzelf vertelde, heb ik het ook op een papiertje omgedraaid wat ik op voorhand al had neergezet. Dat ik dezelfde ideeën heb als hij. Oké, dan vind je elkaar op dat vlak. En dan is het ook zo dat
de optie centrale verdediger voor hem vervalt. Tenzij, want ja, wij zitten niet veel in de verdedigers. Ik heb vandaag 5 van de 4 tot mijn beschikking, waarvan de ander nog een linksback is. Dus dat wordt erg moeilijk. Dus ik heb ook gezegd, mits het nodig is, het team erom vraagt of dat we met blessures zitten of wat dan ook, dan zal het misschien wel moeten. Omdat hij fysiek een snelheid heeft, maar zijn inzicht en zijn vermogen liggen op het middenveld qua kwaliteit veel meer voor dit team dan achterin. Ja. En als Chris ten Graaf, wat betreft Hutchinson, de eerste helft in de spits, de tweede helft meer achter de spits. Maar ik neem aan dat jij hem meer achter de spits prefereert. Als je deze wedstrijd ziet. Nou ja, als je ziet hoe we uiteindelijk kantelen wel, maar ja, het was een beetje dubbel, want ik was benieuwd of die dat kon volhouden, want Aidu zit in een opbouw nog, mist natuurlijk nog een stukje inhoud. Ja, en als je om een diepe spits heen speelt, dan betekent dat je ook wel eens in moet zakken naar het middenveld, dat betekent meters. Ja, daar is hij op dit moment nog niet 100% in. We konden de wedstrijd doen kantelen, omdat hij natuurlijk ook wel inzicht heeft in positie. Ja, maar wat doet de rest dan eromheen? Dat is dan natuurlijk heel belangrijk, dat hij daar goed op anticiperen. En dat pakt hij nu goed uit. Maar in principe, als hij diep in de spits speelt, nou, dan kan hij ook prima doen, omdat die bal vast is. Hij kan in de bal spelen. Centrale verdedigers niet doordekken, is die vrij, dekken ze wel door, dan ligt er ruimte om daarvan te benutten. En we hebben aan de zijkant heel veel snelheid. Als die jongens als die elkaar goed aanvoelen, gaan snappen en het moment goed zien, ja, dan kunnen die daarvan profiteren van hem. Ja. Ja. Was je ook tevreden over de invalbeurt van Moussebe? Ja en nee. Ja, dat hij bij momenten heel balvast was. Nee, dat hij heel slordig is bij fases. Dat het juist dat het gevraagd wordt. Dat had Rudy ook een aantal keren. Ja, dat kan en moet gewoon veel beter. Maar door zijn fysiek dwingt hij wel wat af. Maar hij was niet mijn eerste optie vandaag. Absoluut niet. Ja. Gewoon een vraag staan aan Bob. Wij merken dat Gent dit seizoen gemakkelijk doelpunten pakt aan de rechterpaal. Aan de rechterpaal. Meestal bij een doorgekopte bal. Ja, oké, de stilstaande fase. Ja. Ik denk dat we vooral problemen hadden met. We stonden in de mandekking, persoonlijke dekking. En ja, dan geef je namen door en als dan een van die mensen niet komt, dan zie je dat een aantal mensen beginnen te twijfelen en te zoeken. Dus, moeten we daar wel aanpassingen aan gaan doen, dat het allemaal duidelijker wordt. En ik denk dat we nu de volgende dagen duidelijkheid moeten scheppen. De twee doelpunten die we nemen zijn vermijdbaar, denk ik. Hè. Er zijn een aantal zaken waar je toch op traint, maar dat heeft ook een stuk te maken dat we op dit moment af en toe iets meer kwaliteit moeten brengen. En dat gaan we nu proberen de komende weken te doen. Laatste vraag graag. Was dat een vraag van de spelerspersoonlijke dekking? Want bij Serpe, op stilstandfases en zone. Tuurlijk, ik denk dat we dat. Ik ben een voorstander van zone, maar ik ben nog maar 8 dagen bezig bij Gent, dus ik kan ook niet alles in één keer veranderen. En als spelers dat de vorige maanden, zelfs anderhalf jaar, altijd persoonlijke dekking hebben gedaan, is het moeilijk om dat nu ineens te veranderen. We hebben nu een doelpunt tegengekregen dat vermijdbaar was, denk ik, op stilstaande fase. Dus gaan we er nu mee aan de slag.